Welkom bij NL Magazine, ik ben Maurice En ik ben Ricardo. en vandaag gaan we het over de SSD-schijf hebben. Nou Ricardo, een SSD-schijf, ik heb hem hier in mijn handen, ik zie er nog een paar staan. Wat doet het nou precies? Nou, een SSD-schijf kan ervoor zorgen, en zorgt er eigenlijk ook voor, is dat jouw laptop of pc nog sneller gaat functioneren. Oké. Maar het is dus eigenlijk een vervanger voor een harde schijver? Ja, dat klopt. Dat klopt. En is nou zo, als je nou zo'n ding koopt, dat het echt veel, maar veel sneller gaat? Nou, praten we echt over een laptop, nou, dan hebben we het eigenlijk over een jaar of, qua leeftijd toch een jaar of 3, 4, is het, dan ga je het echt merken. Dan merk je het echt, dat is echt veel sneller. Maar gaan we nou echt naar een laptop kijken, toch een jaar of 6, 7? Dan moet ik ook wel weer zeggen van, kijk dan wel een klein beetje uit en is het dan ook geen tijd voor toch maar een nieuwe aan te schaffen, qua laptop of computer. Oké, en soms zie ik wel eens in de winkel, dan zie ik wel eens drie type dingen. Dan zie ik wel eens een harde schijf staan. Ik zie een SSD staan en dan zie ik ook een soort tussenvorm. Klopt, ja. De tussenvorm noemen we een hybrid harde schijf. En dat houdt eigenlijk in, dat is de harde schijf zoals we hem kennen. Ja. Met daar een klein beetje een stukje van een SSD in gebouwd. Oké. Dus het is van alle twee de markten wat. Maar wat is daar het nut van? Het nut daarvan is dat we toch nog wat grotere volumes, met een klein beetje meer snelheid, voor een leuke prijs kunnen leveren. Oké, want ik zie ook, kijk, ik zie hier bijvoorbeeld 120 gig. Nou, deze heeft 240 gig. En deze heeft zelfs 480 gig. Maar ik zie bijvoorbeeld nog 1 terabyte. Is dat omdat het zo duur is? Nou, ze zijn er wel. Maar nee. Zeker voor de prijs is het voor heel veel mensen gewoon niet aan te raden. Want het is echt nog een kostbaar iets. Oké, want ongeveer, zo'n 480 gig, hoeveel kost het ongeveer? Nou, 480 gigabyte ga je toch wel gewoon denken aan rond de 200 euro, zo'n beetje moet je toch even gaan denken. Oké, dus echt voor een oud bakje is dit eigenlijk gewoon zonde van het geld? Vind ik wel, ja. Oké, nou, volgens mij denk ik, ja, eigenlijk is dit voor iedereen handig om te kopen. Ja. Alleen voor iemand dus die echt een oude bak heeft, niet doen. Ja, heb je echt een hele oude laptop of een oude computer, zou ik zeggen van kijk dan toch om iets nieuws aan te schaffen. Praten we echt over een laptop of een computer van een jaar of 2, 3, dan zeg ik van schaf toch een SSD aan, want eigenlijk blaas je in je laptop of in je computer toch weer heel nieuw leven. Nou, mag je weer bedanken voor deze duidelijke, korte uitleg. En kijkers, volgens mij is dit een goede tip. Heeft u nog een laptop die geen SSD-schijf heeft? Koop dan zo'n ding, mits je niet te oud is. Tot ziens en tot de volgende keer. Tot ziens.